De gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert Gray van Tricht, is vandaag aangehouden en in verzekering gesteld. Tegen hem loopt er een onderzoek naar de overtreding van de bankwet. Daarbij zou hij oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van zijn functie als Centrale Bank governor. Van Tricht, die minder dan een jaar governor is geweest bij de CBVS, heeft succes geboekt in het rechtsproces om de aangehouden geldzendingen vrij te krijgen en om aan het regionaal Risk Assessment Action Plan te voldoen. Toch hebben andere zaken een rol gespeeld tot het oneervol ontslag van de gewezen centrale bank governor. Zo geven de overfacturering bij de aankoop van luxe auto's en met het aangaan van miljoenen aan wurgcontracten met diverse buitenlandse consultants een bittere nasmaak van zijn periode bij de moederbank. Met de perikelen rond de kasreservemiddelen schijnt er ook veel verkeerd te zijn gegaan, onder leiding van de toenmalige governor. Van Tricht is na zijn verhoor vandaag aangehouden en in verzekering gesteld door de afdeling fraude van het Korps Politie Suriname. Het is voor de regering prioriteit om met minder dan 4 maanden voor de verkiezingen ervoor te zorgen dat de financiële rust in het land wordt gegarandeerd. Ten aanzien hiervan gaf minister Gilmore Hoefdraad in DNA te kennen dat de regering er alles aan doet om ervoor te zorgen dat deze situatie bij de centrale bank zo min mogelijk effecten zal hebben op het leven van alle dag. Er is veel gevraagd over de stabiliteit van de munt. Zeker in deze moeilijke situatie heeft de stabiliteit van de munt een deuk ondergaan. Wij zijn bezig een voorzichtig pakket van acties op te stellen. Het gaat in regeringsverband worden besproken, maar ik kan u de garantie geven dat welke actie ook komt op geen enkel moment het een impact zal hebben op de kleine man. Zeer zeker zullen wij ervoor waken dat het spook van de inflatie niet terugkomt. Om dit nog meer te benadrukken, zal president Desiree Bouterse morgen een persconferentie beleggen, waarbij hij zal ingaan op de financieel-economische situatie van het land.